Ja, maar eerst naar Tanja, want vrijwilligers van de schaatsbaan beleven drukke dagen. Ja, in heel Nederland is er een tekort aan vrijwilligers. Maar als het vriest in Nederland, ja, dan melden mensen zich massaal aan bij hun ijsclub om een handje te helpen. Deze week zelfs meer dan ooit vrijwilliger. Meer dan ooit. En dat laat de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond aan ons weten. Heel Nederland is dus besmet met het schaatsvirus. Op tientallen plekken in ons land kunnen mensen in actie komen. Maar al die ijsbanen in gereedheid brengen, dat kost nogal wat tijd en vooral veel moeite. Dat weten ook deze jonge ijsmeesters in de Dop. Ja, die vrijwilligers zijn natuurlijk vaak al betrokken mensen bij de ijsclubs, zoals hier bij de Amersfoortse IJsvereniging. En dit gaat echt van jong tot oud. En wat wij gewoon ook wel zien is dat er een groot percentage jonge, bijvoorbeeld meiden bij zit tegenwoordig. Ik heb zelf altijd met heel veel plezier ook hier geschaatst als jongere jeugd. En nu kun je dan ook af en toe wat terug doen voor de club. Kaartjes verkopen bij de kassa's, schaatsen slijpen, koek en zopie. Het is steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. En het mooie met natuurreizen is dat je heel veel vrijwilligers toch altijd in één keer ziet opstaan. En dat iedereen klaar voor is om zijn steentje bij te dragen. Nou, vannacht gaan onze ijsmeesters weer proberen een nieuwe laag ijs op te leggen met de sproeiwagen. En morgenochtend vroeg weer de kaartverkoop en de koek en zopie. Ja, dus hopelijk kunnen we morgen nog weer zo'n leuke dag hebben als vandaag. Ja, dit soort vrijwilligers moet je toch hebben? Zo enthousiast, zo jong. Hier komen we wel verder mee, toch? Zeker, zeker. En ja, eens een paar jaar heb je zo'n strenge winter. Dus dan is het maar goed dat er zoveel mensen klaarstaan om al die ijspret voor iedereen te gaan regelen. Ja, dit hoort echt bij Nederland. Ja, wel bijzonder dat op elk gebied vrijwilligers tekort is. Maar ja, als we gaan schaatsen. Je ziet ook uit de jongere garde, het zit gewoon echt in het DNA van de Nederlander. Hè? Dus ook al van jongs af aan. Dat is hartstikke mooi. Ja. Ja, jij hockeyt, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Heb je daar genoeg vrijwilligers op de hockeyclub? Ik zie ze wel echt vaak bij ons berichten verschijnen van we kunnen nog wel wat mensen gebruiken. Ja. Volgens mij weet ze het nog wel rond te bereiken. Ik doe zelf ook een commissietje bij ons, zoals dat dan heet. Maar ja, ze zijn hartstikke hard nodig. En superleuk dat dan voor dit soort dingen dat iedereen samenkomt en dat allemaal voor elkaar gaat boksen. Ja, misschien moet je dan toch gaan schaatsen. Ja, wie weet. Vandaag nog de kans volgens mij. Ja, precies. Ja.